Jan Hoogland, voorlezen, Jozua 14 tot aan 18 vers 11. Dan volgen nu de gebieden die de Israëlieten in Kanaan in bezit kregen en die door de priester Eleazar, door Jozua de zoon van Nun en door de stamhoofden van Israël door loting werden toegewezen aan de tweede helft van de stam Manasse en aan de negen andere stammen, zoals de Heere hun bij monden van Mozes had opgedragen. Er waren nog 9,5 stam overgebleven. Dit kwam doordat Mozes aan de eerste helft van Manasse en aan Ruben en Gad al een gebied had toegewezen ten oosten van de Jordaan. Doordat Jozefs nakomelingen 2 stammen vormden, Manasse en Ephraim, en doordat de Levieten nergens grondgebied kregen, maar alleen steden om in te wonen en weidegronden voor hun vee. Kortom, de Israëlieten gingen bij de verdeling van het land precies zo te werk als de Heere aan Mozes had opgedragen.